dochter. Ik heb de kamer gevonden. Drie dagen kan ik er al in. 3 bij 5. Kortjes kopen. Ik gebruik van douchepak. Met een prachtig uitzicht. Ik ben helemaal doof, dus ik kan doen wat ik wil. Auto lenen. Ik mocht die kapotte leren bank toch hebben? En die grote lamp in de kamer, daar heb je toch alleen maar last van. Ik gemerkt dat die bank kapot was. Nou ja, kaal. Leer is altijd kaal. Vol vlekken. Daar heb ik geen last van. Altijd te lezen. Is die Corre rijbewijs? Kan die toch wel even van jou lenen? Je lijkt gelukkig helemaal niet op Cor. Overdag controleren ze niet. En moet Cor al die spullen naar beneden dragen? Daar naar boven? Ik heb die jongen nog nooit bezig gezien. Moet een aardig gezicht zijn. Stik van de vooroordelen. Ik slaap nog. Daar trekken vooroordelen zich niet van aan. Waar praten we eigenlijk over? Over mijn kamer. Over wat? Mijn kamer. Nee, toch. Heb je er een gevonden? Kost me maar 450 gulden per maand. Wat ben jij toch goed in getallen. Voor een meisje dan. Altijd zo slim met rekenen. Zelfs met wiskunde had jij geen moeite. Je bent eigenlijk een jongen, weet je dat? Vooroordeel. Kamer. Klinkt hier met toch veel te jong. 18 jaar, 6 maanden, 3 weken en 2 dagen. Nee, maar wat weet je dat precies? Net een jongen, echt. Zeg maar wat. Met je moeder het al? Je zit toch in Spanje? Ja, ja. Doet ze dat? Met Henk, dat weet je best. Met Henk. Ja, ja. Is het uit met Olaf? Nou, Olaf is vals. Je moeder ook? Vooroordeel! Is die Henk een beetje bemiddeld? Jij weet zoveel meer van die dingen. Hij heeft een eigen huis. Dat zegt niks. Laat jij jouw vader in de steek. Nou, zo oud ben je niet. Nee, ik ben helemaal niet oud. Nou, als je op die leren bank zit, zie je er vreselijk oud uit. Weg met die bank. Dat zal een hele show zijn voor Cor. Huh? Ik kan hem toch helpen? Nee. Cor helpen komt neer op een nederig baantje. Hij staat aanwijzingen te geven en ik breek mijn rug bij. Weet jij dat? Ja, dat voel ik instinctief aan. Weet je, als je die rare kleren bij Cor wegdenkt, dan zie je een heel bazig mannetje. Pas maar op dat hij nooit zijn haar laat knippen. Nou, als je zo praat, ben je echt oud. Je moet iemand niet op zijn uiterlijk beoordelen. Waarom dan? Op zijn innerlijk? Zou Cor een innerlijk hebben? Die jongen kan soms zo verrassend uit de hoek komen. Jij weet niks van Cor af. Hij pikt met mijn dochter af. Ben je echt met hem samen wonen? Hoeveel is het? Weet jij natuurlijk precies. 3 bij 5. Met Cor in 3 bij 5. Heb ik je daarvoor met zoveel zorg grootgebracht? Mams is gek op hem. Pas dan maar op, want voor je het weet, woont Cor met Mams in 20 bij 10. Je bent echt suf, weet je dat? Je ziet Mams helemaal verkeerd. Ik zie Mams te weinig om haar verkeerd te zien. Nou, ze hebben het soms heel moeilijk. Wat weet jij, omdat je ook een meisje, een vrouw, nou ja, hoe noem je dat? Meisje. Zeg, je moeder is geen meisje meer. Zeg haar dat nooit, hoor. Ranke neus ben jij. Van wie leer je al die moeilijke woorden? Toch niet van Cor? Heb ik van jou geleerd. Van mij? Oh, wat aardig. Wat heb je nog meer van mij geleerd? Hoe ik niet moet leven. Oh, leg dat eens uit. Nou, zoals jij leeft, het is toch niks? Nou, niks. Geld verdienen, eten, slapen. De volgorde is heel juist. En s'avonds in je eentje naar de televisie kijken. Zeg, wil je het hebben, dat tv-toestel? Ja? Dan ben ik daar ook meteen vanaf. Als je het niet doet, dan moet je een zacht tikje tegen de zijkant geven. Nou, nee hoor. Of ja, misschien wel, misschien vindt Cor het leuk. Een heleboel programma's zal Cor enig vinden. Heel harde muziek en allerlei mooie, felle kleuren. Maar jij begrijpt niks van Cor.
weet hij dat zelf nog wel. Ik zie zo zelden een uitdrukking op die jongen zijn gezicht, dat ik denk, hé, er zit hem iets dwars, of er gaat iets in hem om. Ik ben niet zo kwaad. Ik weet het niet zo ernstig. Al meen ik het wel. Ja, dat is misschien al ernstig genoeg. Zeg, wat heeft hij allemaal meegemaakt? Ja, zijn vader en moeder. Zijn die niet gescheiden? Nee, toch. Niet zoiets verschrikkelijks. Armlastig of zo. Een jeugd vol pindakaas en kapotte schoenen. Ja, en ballet flauw! Vader en moeder. Niet zomaar gegeven. Leek hij in de wieg al op, nou ja, kort zou ik wel zeggen. Niet zo kunnen spreken. Wij wel, hè? Ik ben jaloers op Cor. In zekere zin, ja. Een onwelkome plaatsvervanger zie je in hem. Uit welk zeldzaam vooruitstrevend blaadje heb jij die onzin? Ah, jij vindt alles dom wat mensen zeggen omdat je zelf dom bent. Dus in ieder geval een stellingname die voor de nodige rust in je leven zorgt. Ik ben Cor mee bezig is. Met een roman? Romans zijn rare dingen, pakken papier die niemand nodig heeft. Wie zegt dat? Cor. Oh, gelukkig. Ik was even bang dat het een idee van jezelf was. Zit hij in een bandje? Cor houdt niet van musiceren. Als je musiceert, zegt hij, kan je niet naar muziek luisteren. Die jongen is een vat vol wijsheden. Als ik hem zie, dan zit hij alleen maar met een vies gezicht een van mijn dure sigaren te roken. Hij timmert met een stelletje andere jongens een grote boot. En hij geldt voor hout meer. Groen. Ik moet voor een paar dagen kopen. Ik word er zo moe van om altijd nuttig te zijn. Kleine meisje uit huis. Geen televisie meer, geen huisdier, geen vrouw. Ik ben een gelukkig mens. Waarom trouw je niet opnieuw? Wie, met wat? Nou, ga je je vast een stuk jonger voelen. Misschien. Hangt er natuurlijk vanaf hoe jong of hoe oud die pater is. Waarom zet je geen advertentie? Vrouwen die ik leuk vind, lezen geen kranten. Waarom leg jij niet gezellig bij je vader? Nou ja, de grote wereld roept. Maar die blijft heus wel roepen of zeuren of morren. Nou, 400 gulden. Ja? Afgesproken? Ik heb er niet genoeg aan. De grote wereld roept lang niet zo leuk als jij genoeg geld hebt, hoor. Ja, van geld moet je geen last hebben. En als je het niet hebt, heb je daar last van. Van iets het verniet is? Precies. 500? 450. Ja, wat ben je toch? 425. Is er nog pils? Dat zo'n oud wijf die zoveel lawaai kan maken. Ze doet het alleen voor zijn maat. Dat is jammer. Dat zou het helemaal niet opvallen. Waarom zet je die muziek uit en waar is de pils? Ik krijg koppijn van die rottige muziek. Zeg, ga eens kijken of ze in de slaap is gevallen. Sommige mensen gaan er gewoon verder waarmee ze bezig waren. Pils is op. Gewoon pilsje. Dat was het. Nou, is het dan die muziek maar weer aan? Nee. Nee, nee, nee. Oh, nee dus. Ja. Droog je naar de stilte luisteren. Is dat leuk? Dat is leuk. Reuzeleuk. Reuzeleuk is niet leuk. Zeg dat. Ik. Ik. Hoe is het nou met die boot? Oh, die is bijna af. Hout gekocht? Ik ben vergeten toen ik op weg met de houtzak was. Geef. Hé, wat een lelijk... begeerig handje zie ik daar. Het is voor mij. Of hout kopen of teruggeven. Ik kan niet iets teruggeven dat ik niet meer heb. Wat heb je er dan mee gedaan? Een kleine schuld mee afbetaald. Zijn jullie wel echt bezig met een boot?
Ja, ja zeker. En, komt hij nog af? Hoe ver zijn jullie al? Het lijkt nog niet echt op een boot. Ik bedoel, als je niet zou weten dat het een boot moest worden, dan zou je denken, ja, dat het iets groots wordt dat geen enkel nut heeft. Het is een leuke kamer. Heb je zin om te vrijen? Nee. Niet eventjes? Nee, geen seconde. Halve seconde dan? Ik sta voor niks hoor. Zullen we slapen? Nou, dat doe jij de hele avond al zo'n beetje. En jij? Ik kijk. Waarnaar? Naar jou. Ach, dan heb je een beetje plezier. Helemaal. Geen pils, geen muziek. Niet oppas, dan ga ik nog over iets nadenken. Ik denk de hele avond al. Je moet op pils gaan drinken en wat muzikaler worden. Echt, dat helpt. Hoewel, denken schijnt ook wel aardig te zijn. Heb ik gehoord. Is niet leuk. De boot bijvoorbeeld. Soms denk ik wel eens eventjes aan de boot. Stel je voor. Dat kunnen we niet allemaal gaan doen. Naartoe varen. Als je slaapt en je vaart, dan doe je toch nog iets. Ja. Je verplaatst je. Wat moeten wij nou op die boot? Gelukkig zijn. En je denkt dat hij nooit afkomt. Het is allemaal niet wijsgerig bedoeld hoor. Nee. Verlangen naar een boot die nooit afkomt. Wel mooi hè. Verlangen naar een reis die je nooit gaat maken. Verlangen naar een liefde die je nooit zult bereiken. Oh, ik krijg zo'n last van deze gedachte. Je kan water drinken. Ik vind het water in deze stad niet lekker. Gewoon water. Misschien hou ik gewoon niet van water. Wanneer hebben wij voor het laatst gevreesd? 1,5 uur geleden en 8 minuten of zo. Zo lang geleden alweer. Ik kan me er niks meer van herinneren. Ik wel. Je moet me er in het vervolg maar een verhaaltje bij vertellen. Dan onthoud ik het misschien wat gemakkelijker. Nou, ik kijk wel uit. Jij kijkt er wel uit. Mooi zo. En hoe kijk jij uit? De pil. Dat had je wel eens wat eerder kunnen vragen. Oh, zo vreselijk. Precies onderwerp. Wat wil jij? Een boot die mooi is of een boot die kan varen? Wij twijfelen nog. Ja, een boot die een heel eind weg kan varen. Hoe ver precies? Het andere eind van de wereld. De wereld. Hoe zou het toch zijn aan het andere eind van de wereld? De aarde is toch rond? Is het andere eind niet gewoon hier? We moeten alle moeite besparen, want we zijn al hier. Bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken, bij wijze van spreken, bij wijze van onze boot is af, bij wijze van spreken dan. Maar je kan hem niet echt zien, maar hij bestaat. Reken maar. Een hele echte boot. Bij wijze. Ja, ik ga naar. Spreken dan. Ik ga naar bed. Niet alleen. Bij wijze. Nee, van... nee, gewoon helemaal echt in mijn eentje. In mijn eentje. Je lacht alleen. Ik lach in mijn eentje. Mooi hoor. Raar. Sommige uitdrukkingen. Kan je iemand zien die in zijn eentje is? Nee, want als je hem ziet, is hij niet meer in zijn eentje. Ik zie jou. En als ik je straks niet meer zie, dan ben je pas in je eentje. Een leuke kamer. Je lijkt nou ook al op je kamer. Mensen lijken vaak op al die dingen die ze hebben.
Iemand die een grote glimmende auto heeft, lijkt op een grote glimmende auto. En jij lijkt op een klein, petiterig kamertje. Schattig hoor. Ik ben niet schattig. Nee. Je kamertje misschien ook niet. Het zal al wel lekken. Je zal af en toe vast wel een schok krijgen als je een licht aandoet. Ik ga een pilsje drinken. Ergens waar aardige muziek is. Als de boot af is. Nee, toch. Dan pas? Ja, dan pas. Het betekent iets, maar ik ben te lui om me af te vragen wat. Vergeet je schoenen niet aan te doen. Weet je zeker dat ik schoenen bij me had? Ja, daar staan ze. Lijntjes op elkaar. Ja, gaat wel. Ze zijn allebei even smerig. Vroeger hoorden ze niet bij elkaar. Vroeger had deze schoen een vriendje dat precies op hem leek. En deze ook. Ze doen nou maar aan die voeten. Vroeger vielen mensen op als hij twee verschillende sokken droeg. Ja, de tijden zijn veranderd. Weet je wat? Zullen we ruzie maken? Geen zin in. Dan ga ik maar. En neem je doos met gereedschap mee. En nee, wat een ongezellig gesjouw. Meenemen. Echt? Vanavond doe ik toch niks meer. Alles van je moet weg. Zeker niet aan de boot. Dag. Bonjour. Dag. Ik zal nog vaak aan je denken, duurtjes, dat ik niks om handen heb. Ja, je doet maar wat je niet laten kunt. Heeft dit huis nog een nummer? Staat ook in een bepaalde straat met een naam of zo? Ja, doe nou, jongen, ga nou maar. Ja, wat nou? Een tientje. Niks tientje. Half tientje. Nou. Nou, haal maar uit de doosje, opschieten. Heb ik alles al uitgehaald? Ik word zo moe van je. Ik betaal het je bij gelegenheid. Hier. Er zal geen gelegenheid meer zijn. Zo zijn we zelf er nou niet meer bij. Het is heerlijk toch dat ik een levensvervorming heb gevonden in eenvoudig denkwerk. Ja, maar toch, die kamer was veel ruimer zonder die bank. Betekent dat dat jij van goed thuis bent gekomen? Morgen ga ik op zoek naar een andere kamer. Oeh, dat gaat vermoeiende jaren worden. Die kamer deed me te veel aan Cor denken. Ik moest er meteen weg. Aardige jongen, die Cor. Maar je moet dus niet zoveel aan hem denken. Wat is er gebeurd, Siri? Waarom kan ik niet te zeggen? Nou, dat is toch rust, hè? Mams en ik hadden elkaar de hele dag wat te zeggen. We werden we alle twee mooi gek van. Ach, jij bent te jong voor de liefde en ik voor de volwassen dochter. Is toch mooi geregeld? Te jong, jij? Nou ja, ik zie er altijd wat ouder uit als ik met een bank op de rug vier trappen ben opgelopen. Ik mis die jongen nou al. Cor zien en horen praten, dat was een alleraardigste vrije tijdspassering. Nee, doe niet zo meilig. Ik ben heel ongelukkig. Heb je soms wat... Nee, het zit er niet altijd in geld. Nou ja, dat is een kopje. Zeg, jij lijkt op je moeder als je zo chagrijnig kijkt. Ik kan mam zo goed begrijpen. Al die kerels, altijd maar met zichzelf bezig. Ja, af en toe ook wel met mams. Doe nou eens een keertje niet zo grappig, wil je? Hé, dat ingedeukte kussen. Ja, daar zat Cor natuurlijk altijd. Toch een herinnering. En wat vroeg ik je nou? Ik moest niet zo melig zijn. Zullen wij een spelletje Monopoly spelen? Misschien ben ik er eindelijk eens een keer. Maar ja, met onecht geld kan ik bijna net zo slecht overweg als met echt. Wat doe je nou? Zeg, wat doe je? Ja. Daar zie ik niks van.
moet ik nou? Zonder kamer, zonder vriend. Kindje, jij hebt nog een heel leven voor al die ellende. Ik wil niet thuis zijn. En ook niet hier. Niet in mijn eentje in de kamer. Zonder vriend met een bonkende hospita. Ze is niet dood. Ze heeft een waanzinnig goed werkend gehoorapparaat. Ja, de moderne wetenschappen rooft ons van allerlaatste kansen op geluk. Ik wil ook niet niks. Wij moeten eens ernstig met elkaar praten. Wil ik ook niet. Ik denk aan mams en jou. Doe je niet niks. Dan moet je naar mijn idee geweldig amuseren. Hou het toch op! Daar werd mams ook zo gek van. Dat weet je niet eens. Jawel, ze was soms zo moe van het lachen dat ze niet tot koken kwam. Opmaken van bedden en zo. Af en toe is een wasje. Schoot er allemaal weer in. Giezo. Oh, kom, kom, kom. Je van je moeder. Dat is niet origineel. Ongelukkig. Nou, daar hoef je niet trots op te zijn. Dat ben ik niet. Morgen gaan wij een kamer zoeken. Ik heb relaties, komt best in orde. En overmorgen gaan wij op zoek naar een nette, schoongewassen jongen. Met de nodige diploma's en zo. Jij, je bent een ouderwetse gek met al die oude mannengrapjes. Ja, ja, koken, wasje doen, zo'n jongen zeker. Nou, als hij kan koken en een wasje doen, dan is dat natuurlijk meegenomen. En ik beloof je dat hij niet op mij zal lijken. En dat is hem geraaien, want aan zo'n type zou jij je misschien hopeloos verslingeren. Dan zie ik je nooit meer. Ik wil niet zo'n goede relatie met mijn vader hebben. Is dat het? Nee, dat is het niet. Verbeeld je maar niks. Ik zou je nou maar niks verbeelden. Ha 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 ha